Hoe denk je dat jouw leven eruit had gezien als jij was opgegroeid met: het leven is makkelijk, geld is makkelijk te verdienen, je kunt alles bereiken wat je maar wilt, iedere beperkende overtuiging is niet waar, elke seconde is een nieuw begin. Als we dat geleerd hadden, dan zouden we heel anders ons leven leiden, allemaal. Als we ook meer zouden leren over kwantumfysica, over energie, over ons gevoel, over ons gedrag, dat soort dingen. Omdat het super logisch is dat ons leven eruit ziet op de manier hoe wij ons gedragen, de keuzes die wij maken elke dag. Dat is logisch, omdat niemand anders kan voor ons keuzes maken of bepaalde stappen zetten om iets voor elkaar te krijgen. Dat kunnen we alleen zelf. Maar dat ligt er natuurlijk aan waar je in gelooft. Als jij gelooft dat iets heel moeilijk is of zelfs onmogelijk is, dan zal jouw hele wezen ook geen enkele stap überhaupt zetten, omdat dat het geloof is wat je hebt. Dus dat is heel logisch. En waarom dat dan zo is dat we alles tegenovergesteld eigenlijk geleerd hebben, zo ben ik het steeds meer gaan zien dat alles wat ik geleerd heb en wat ik geloofd heb, dat juist het tegenovergestelde was juist waar. En alles wat ik geleerd had, was niet waar. En dat kun je bijvoorbeeld. Je ziet gewoon dat je heel veel dingen hebt overgenomen. En dat zelfs bepaalde dingen die jij gelooft, niet eens is van jou zijn. In de zin van, die heb je bijvoorbeeld van je ouders overgenomen. En die hebben dat weer van hun ouders en hun ouders. Dus het is niemands schuld, wil ik hiermee zeggen. Maar om het wat beter te begrijpen hoe dat dan kan, dat wij allemaal op die manier denken. Maar als jij ergens voelt van: ik ben tevreden met mijn leven, ja, maar het zou wel echt mega tof zijn als ik meer vrijheid zou kunnen hebben, als ik meer geld zou kunnen hebben, als ik gezonder zou kunnen zijn, als ik slanker zou kunnen zijn, als ik dit werk zou kunnen doen, whatever. Als er maar iets is wat jij heel graag zou willen, oh please, ga dan ten eerste beseffen dat het sowieso 100.000% kan wat jij wilt. En niet omdat ik dat zeg, maar omdat de wet van aantrekking elke minuut werkt. En die zorgt ervoor, samen met jou, wat jij uitzendt via jouw gevoel, zorgt ervoor wat het resultaat gaat zijn voor jou. Dus in feite heb jij niks buiten jezelf daarvoor nodig. Als jij blijft denken, ik wil iets heel graag, maar dat kan pas als ik geld heb, dat kan pas als ik dit of dat, whatever, alles wat achter het woordje als komt, dan werkt het niet, omdat het andersom werkt. Jij moet gaan beseffen dat alleen maar uitstelgedrag is en het ego is die jou in jouw veilige haventje wil houden. En het ego is ook niet slecht en die bedoelt het allemaal goed. Je wil je beschermen, maar dat is allemaal niet nodig. Dus laat dat steeds meer op een laag pitje en ga durven dromen, want dat is natuurlijk altijd wel het begin. Als jij niet eens dat toelaat, die gedachte, dat er meer zou kunnen zijn, dan komt dat ook nooit tot jou. Dat is logisch, want jij moet dat doen met jouw bewustzijn, met jouw gedachten, met waar jij je op richt. Maar als er dus iemand is die dit hoort en die denkt, ja, dit zou ik wel echt super graag willen, maar ik ben zo bang dat het niet kan of ik weet niet hoe. Maakt niet uit, want het hoe hoef je sowieso niet te weten. Als je jezelf afvraagt hoe dan doe je precies wat weer vanuit jouw ego komt, wat jou tegenhoudt, omdat je zendt dan uit dat je het niet weet en dat is wat je terugkrijgt. Het gebeurt onbewust, maar hoe bewuster je wordt, hoe meer je door gaat krijgen
dat jij dus door om hulp te vragen of om door de juiste vragen te stellen aan jezelf. Want bijvoorbeeld, waar sta ik nu? Daar staan we nooit bij stil. We gaan gewoon de hele dag, we doen alles op de automatische piloot. Onze dag gaat voorbij en we hebben onze dingen gedaan. Maar het komt niet zo vaak voor dat we onszelf afvragen, waar sta ik nou? Of wat zou ik echt heel graag willen? En waarom is mij dat nog niet gelukt? Of waarom denk ik dat het moeilijk is wat ik heel graag zou willen? Dat soort vragen, dat is zelfreflectie. En dan ga je jezelf leren kennen. Dan ga je zien welke overtuigingen je hebt. Waar je helemaal niet bewust van was, dat zit er allemaal in. Allemaal vanuit je hele verleden, alles wat je hebt meegemaakt. Want, en hiermee sluit ik af, 7% van wat jij denkt gebeurt bewust. En 93% is onbewust. Dus het onbewuste waar jij je nooit bij stilstaat, is zo'n groot percentage. Daar is zoveel te vinden, daar zijn zoveel antwoorden te vinden, waardoor je wel andere keuzes gaat maken. Terwijl als je via je logische verstand, via je bewuste gedachten gaat proberen uit te vinden hoe of wat, dat kan niet. En ook omdat de bron, dus alles, waar je alles uit kan tappen als het ware, ideeën, inspiratie, motivatie, dat kan jij gewoon allemaal downloaden of in ieder geval, dat kan je allemaal tot jou krijgen als jij daarmee verbonden bent met die energie op die frequentie. Dat is echt waar. Maar dat kan dus nooit met je logische verstand. En daarom zeg ik ook van, als mensen zoiets hebben van ja, energie en al dat gezweef en zo. Maar het is helemaal niet zweverig. Het is super logisch eigenlijk dat alles uit energie bestaat. En dat er wifi is en dat we bluetooth hebben en dat we kunnen bellen met mensen aan de andere kant van de wereld. Dat is allemaal omdat er energie is. Omdat we in een universum van energie leven en zelf ook uit energie bestaan. En dat kun je voelen natuurlijk, energie. Maar je kunt het niet zien. En daarom is het vaak iets van ja, het zal allemaal wel. Terwijl dit is het allerbelangrijkste. Als je echt het gevoel hebt van dit is wat ik super graag zou willen. Of ik weet nog niet wat ik zou willen, maar ik voel wel dat er meer zou moeten zijn. Of ik zou meer vrijheid willen of wat dan ook. Ga je dan verdiepen in ten eerste jezelf. Ga kijken wat je overtuigingen zijn. Waarom zou het niet kunnen? Ga maar eens kijken wat je opschrijft. Dat is wat jij gelooft. En dat kun je om gaan draaien. Je kan alles omdraaien. Elke seconde. En natuurlijk, dat is een proces en dat heeft tijd nodig en aandacht en herhaling. Maar wat heb je te verliezen? Want elke dag gewoon maar naar je werk toe gaan, terwijl je daar bij wijze van misschien helemaal niet zo gelukkig mee bent, dat kun je blijven doen. Maar je kan ook dit gaan doen. Hier heb je jezelf voor nodig, hier heb je elke dag. En dat hoeft niet uren, het hoeft helemaal niet. Als je maar elke dag je mee bezig bent, omdat het brein herhaling nodig heeft. Zo zit het brein in elkaar, maar alle creatie begint vanuit je brein, vanuit je gedachten, vanuit je overtuigingen. Want daaruit vloeien ook de keuzes die je maakt. En ook als je onzeker bent of niet zelfverzekerd bent, dat is allemaal vanuit het verleden. Dat heeft helemaal niks meer te maken met nu. Maar omdat wij als mens heel erg gewoon het bekende, onze dagelijkse routines, dat doen we allemaal, tak, 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 daar zijn we allemaal mee bezig. En iets nieuws doen, of bijvoorbeeld alleen maar stilstaan bij het feit, waarom voel ik me niet zelfverzekerd? Dat doen we allemaal niet, want dat is, ja, ik weet niet waarom we dat niet doen, maar daar hebben we geen tijd voor ten eerste, want er zijn belangrijkere dingen dan dat. Terwijl nee, het allerbelangrijkste is bewust worden van jezelf, want dan ga je zo'n mooi leven creëren. Voor jezelf en voor anderen. Dat is gewoon super.
Dus daarom vind ik dit zo'n supermooi onderwerp en praat ik hier heel graag over en wil ik hier heel graag dingen over delen. Dus als je ook een vraag hebt of iets, wel specifiek iets van dat je iets graag wilt, maar je weet niet hoe of whatever. Alles wat te maken heeft met je droom verwezenlijken of met het gevoel dat er meer is, maar dat je niet... Whatever, vraag het me dan. En ik vind het superleuk om hierover te praten met jullie. Oké? Fijne dag en tot de volgende keer.